Met onze volgende gast, Spijkers met Koppen. Met onze volgende gast gaan we het hebben over, let op, bejaarde muizen. En dan hebben we het niet over het doen en laten van prinses Beatrix. Nee, dan hebben we het over echte muizen in het laboratorium van Nederlander Jan van Deurs. Heb je gelezen van de week, maakt het wetenschappelijk tijdschrift Nature bekend, dat hij de eerste stap heeft gezet op weg naar een bijzondere verjongingskuur. Jan van Deurs werkt zelf in Minnesota, maar zijn collega Sylvia Schneider is bij ons te gast. Mevrouw Schneider, welkom. Wat doen jullie precies voor onderzoek? Wij doen onderzoek naar ouderdom. Mm-hmm. Oude lui, bejaarden, futfritters, voorbijtrekkende wellen, grafwachters. Dat vinden we mooi. Dus we zoeken naar een manier om ze langer te laten leven. En hoe doen jullie dat? Schneiden. Snijden. Ja, wij snijden in muizen. En dat is echt heel mooi, Dolf. Dan ligt daar zo'n lillend, trillend, hulpeloos hompje vleesje aan te kijken. En dan doorsnijden. Ja, oude celletjes wegsnijden, terwijl die je aankijkt, hè? Dat klinkt verschrikkelijk. Ja, maar je moet ook niet te ver doorsnijden, hè? Als je te ver wegsnijdt, dan gaan ze dood. Mm. Nee, je moet net genoeg wegsnijden, zodat ze even in coma raken. En dan trippelen ze de volgende dag fris en freudig door het laboratorium. Prachtig is dat. Maar is dat niet ontzettend pijnlijk voor de muizen? Jazeker. Ja, daarom zijn we eigenlijk ook sinds kort mee opgehouden. Mm, dus u snijdt niet meer in muizen? Nee, we snijden nu in proefpersonen. Proefpersonen? En wie laat zich lenen voor dit onderzoek? Nou, het is natuurlijk niet zo dat mensen zichzelf aanmelden om door mij gesneden te worden. Nee, die krijgen we aangeleverd. Aangeleverd door wie dan? Door het ministerie. Van Volksgezondheid? Nee, het ministerie van Veiligheid en Justitie. U krijgt het ministerie van Veiligheid en Justitie gedetineerden waar u in mag snijden? Nee, gedetineerden, dat zou onmenselijk zijn. Nee, wij krijgen een specifiek type ambtenaren aangeleverd. En welk type is dat? Klokkenluiders. Klokkenluiders. Ja, daar mogen wij mee doen wat we willen. Leuk, hè? Ja. Ophangen, uittrekken, opensnijden, zolang ze maar blijven leven. Vraag niet hoe. Maar dat mag toch helemaal niet? Heeft u de laatste tijd de activiteiten van het ministerie gevolgd, Dolf? Dat het niet meer mag, dat is daar tegenwoordig geen criterium meer, hoor. Maar we hebben het hier over mensen. Ik citeer van pagina 24 van de Code van Ethisch Gedrag van het ministerie. Wie het waagt gevoelige informatie naar buiten te brengen, is minder dan een strontvlieg en zal worden overgedragen aan vrouw Schneider. En dat ben ik. Ik word een beetje angstig. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gebruikt u om mensen bang te maken en niet uit de school te klappen. Ja, minister van der Steur noemt het zelf een waardevolle donatie aan de wetenschap. Maar wat heeft dit dan nog te maken met uw onderzoek naar ouderdom? Kijk, het is mijn expertise, Dolf, om de zwakste schakel in één oogopslag te herkennen. Mm. De oude, uitgebloste cellen, die moet je eruit snijden. Dan geef je het gezonde de ruimte om door te kunnen groeien. Maar dat is mishandeling onder wetenschappelijke noemer. Dolf, het is nodig om te overleven. Je ziet het overal. Kijk naar Feyenoord, hè. Als je zo slecht speelt, dan moet je gaan snijden. De oude, uitgebloste cellen moeten weg. Dus? Dirk Kuyt, snap, snap, snap. Okay. Tot slot zijn de resultaten uit het ministerie tot nu toe bemoedigend. Nou, we zijn een eind verder dan toen we vorig jaar begonnen, hoor. Om eerlijk te zijn, bij onze eerste proefpersoon zijn we in al ons enthousiasme een beetje te ver doorgesneden. Geschoten? Nee, gesneden. Nee, toen hebben we echt alle oude cellen die we konden vinden weggesneden. En wat was het resultaat? Nou, laat ik het zo zeggen. Ivo Opstelten kan nu zijn eigen boodschappenbriefje niet eens meer vinden. Dank u wel, tot ziens. Ger Hooijmakers, elektrische gitaar.